Goedenavond allemaal. We zijn nog eens met de mandala's bezig en ik heb nog een paar tips. Dus deze kleuren mandala, die zouden we alleen maar inkleuren met de koude kleuren. En de koude kleuren zijn blauw, donkergroen, mauve, blauw, donkergroen, mauve, eventueel nog een ander turquoise. Bruin is het ook niet donker. Bruin. Is erachter. En dat bordeaux is dat mag ook. Dus u en, hebt al 2, 4, 6. Ja. En dan moet u dus maar eens proberen van met 2, 4, 6, 7, 7 potloden deze kleuren mandala in te kleuren. En dan en u mag dus mengen. Dus ik bedoel de één kleur over de andere. Dat u dus gelijk als hier had ik al groen gedaan en heb ik er nog met de blauwe over geweest. En de warme kleuren, dat is dan rood, geel, lichtroos. Want ik had een kleurencirkel, maar hij is hier in een boek gesukkeld. En ziet u, dan gaat u dus met het blauw over het groen. En dan heb ik nog, dus dan pakt u uw doezelaar. En dit is Solvin, oliecouleur. Nee, ik heb dat in een ander flesje gedaan. Het is, hoe heet die grote fles nu weer? Terpentijn? Terpentijn, ja. Ja. Ja, dat is mijn kinderslotje ermee, sukkel ik daar een beetje aan. Hij is terpentijn, of wat? Ja, ja, dat heb ik overgegoten van die grote bus hierin. Daarmee had ik zo'n grote bus meegebracht. Dat je er lang mee doet en, hè. Als je dat overgiet, moet je dan normaal een etiket op plakken. Ja. Dus, en dan gaat u met uw doezelaar. Over de plekjes die nog wit zijn, die worden dan in dezelfde kleur gezet. Ja, ja. Dat is eigenlijk de bedoeling ervan, dat u geen wit niet meer ziet. Ja.
En dat alles mooi egaal wordt. Ziet u, deze is mooi egaal. En dat heb ik nog niet gedaan. U mocht een beetje dichter. En dat heb ik dus nu juist gedaan met de terpentine. En deze nog niet. En dan zult u zien het verschil. Ja, dat ik begin en dat het veel egaler is. En als je die nu inkleurt met die 7 kleurpotloden, hè, de donkere kleuren. En als uw doezelaartje vuil is, dan pakt u dus wat schuurpapier. En u maakt hem proper. En je hebt ook 2 kanten, hè. Dus je kunt altijd eventjes voort, hè. Zo. Dan pak je altijd maar een klein beetje. Ziet u? Hoe mooi dat dat wordt. Als je dat met die terpentine gedaan hebt. Nu ga ik hem niet sluiten. Ik ga hem zo wegzetten. Maar eventjes naar daar. Want ik ben dan aan het filmen. Dat heb ik ongeluk. En u begint toch altijd met de lichtste kleur. Als u kleuren wilt mengen. En dat zijn nu andere mandala's die ik er straks heb laten zien. Dat was meer voor kinderen eigenlijk. Maar niet dat dat slecht is, want ik werk daar ook mee. Ja, je hebt dat wel gezien. En dan moet u ook niet zo nauwkeurig gaan kleuren, omdat u er toch met de doedelaar over gaat. Hè? Mm-hmm. Moet u niet zo nauwkeurig. Allee. U doet wat u wilt, hè. U bent niet verplicht van dat zo te doen. Ik laat dat maar alleen zien. Mm-hmm. En dat is dus op de kleurencirkel werken. Gelijk ik nu bezig ben. Alleen met de koele kleuren, gelijk als groen, blauw. Bordeaux. En dan ga ik de volgende eens met warme kleuren doen. En dan ga ik u het verschil eens laten zien. Als deze af is natuurlijk, begin ik dan met de nieuwe. En dan gaan we weer een paar kleuren kiezen. Want hoe meer kleurtjes u hebt, bent u altijd geneigd
om meer kleuren te gebruiken. En dat is dikwijls altijd niet, niet zo mooi. Die gaan we dus twee bloemetjes. Oh, ik moet met groen beginnen. En dan de donkere kleur. En groen is iets lichter als het blauwe. En als u dan bijvoorbeeld met bruin begint, dan doet u eerst de bruine en dan de bordeaux. Maar als u zo met 2, 4, 5, 6, 7 kleurtjes werkt, moet u een heel mooie mandala krijgen. Zonder rood of zonder geel, vermits we met de koude kleuren werken. Als u mijn video's terugziet, dan heb ik daar nogal eens een video'tje over gemaakt. Over de koude en de koele kleuren. En de warme kleuren, excuseer. En dan had ik mijn cirkel nog bij mij, maar ik zeg het, ja, hij is hier gesukkeld. Want anders kost ik het nog beter laten zien wat ik bedoel, maar u zult me wel begrijpen. Die gaan we nog eventjes voor we doezelen. U ziet het verschil, hè? Heel goed, hè? Dat maakt alles veel zachter. En dat zijn de boekjes van de Action en die zijn prachtig. Ik zal u subiet eventjes doorbladeren. En het drukt niet door. Maar daar vreesde ik ook een beetje voor. Maar dat is niet het geval. Omdat die voor de volwassenen doen ze langs twee kanten. En voor de kindermandela's is het langs één kant altijd. Ik weet ook niet waarom. Nu gaan we nog eens doodelen. En in doezelaars hebt u ook verschillende maatjes, hè?
Ziet u het verschil? Dus, dat is prachtig, hè, deze techniek. En dat kunt u natuurlijk niet doen als u met stiften werkt, hè. Dan kunt u daar niet toepassen. Zo. En dan gaan we nu bruin en bordeaux steken. Dus het is niet echt bruin, maar speelt geen rol. We gaan nog juist die tipjes doen en dan ga ik hem verder afwerken zonder camera. En dan ga ik dus de volgende in warme kleuren doen. Ziet u nog het laatste? Dan moet ik wel even naar de nummer zien, want dat is het donkerste, denk ik. En deze is. Moeilijk te lezen. En dan gaan we die nog eens doen. Ik ga nu deze kant pakken, want de andere kant is een beetje vuil en die maak ik dan subiet proper.
Nog eentje. En dan is deze bloem al bijna af. Dan de buitenste bloem. Mm. En zo gaat u voort. Want u kunt, ofwel begint u van buiten naar binnen, of anders begint u van binnen naar buiten. Ja. Maar nooit niet, want dan kunt u niet goed werken. Als u bijvoorbeeld eerst dit stuk doet en dan je begint dan hier aan de buiten, dat is niet zo evident. Dus ja, ik ga dus voortdoen met mijn 7 kleurtjes die ik gekozen heb. En dan ga ik al een stukje van deze doen, met de warme kleuren. En ik kan er nog eventjes een paar laten zien. Ze zijn allemaal even prachtig. Kijk. Ja, en dat ziet u nu natuurlijk direct dat dat voor volwassenen is, hè. Oké. Ja. Het is een prachtig boek en die kwamen maar op nog geen, of juist een euro, denk ik. Ja. Hm? Veel meer zal het toch niet zijn. En er zitten 72 tekeningen in. Zie. Hier doen ze het ook een beetje, ziet u? Ja. De koele kleuren. Ja. En dan de warme. En dan de warme. Maar er zit nog een coole kleur tussen, maar ja. Dat, allee, u mag dat doen, hè. Maar het is, maar om u eens, ja, iets op een ander idee te brengen. Dus ja, goedenavond allemaal nog. Bedankt voor het kijken. Dag.